Wat je net vertelt is dat je eigenlijk allerlei verschillende zaken aangrijpt om in ieder geval te zorgen voor inkomsten, maar dat jouw uh, basiswens uh, uh, is om je bezig te houden met lichaamsbewustwording, moet dat zo eigenlijk zeggen? Ja, ja dat klopt wel. Ik vind het heel erg belangrijk dat, uh, dat je goed bewust bent van je eigen lichaam. En omdat uh, als je goed weet hoe je eigen lichaam in elkaar zit, dan kan je ook beter stress reduceren en je eigen energie beheren. En dat is eigenlijk wel mijn main focus geworden van mijn eigen onderneming: de vitaliteit, uh, de gezondheid en ook preventie. Um, dat... en, en preventie, dat doe je ook door mediteren en zo, of, of zeg maar, ja, ja, maximaal relaxed te zijn. Uh, ja, ik geloof wel dat het voor iedereen anders is. Want uh, je hebt natuurlijk een in- en ontspanningsbalans. En voor de een is uh, uh, inspanning, sporten juist, ontspanning. Uh, ja. Maar voor de ander is uh, mediteren uh, of uh, yoga uh, heel erg ontspannend. Um, mediteer jij ook? Ja, ik mediteer ook. Um, ik probeer het dagelijks. Uh, soms dan doe ik het wat minder, maar uh, in ieder geval altijd voor het slapen gaan doe ik een bodyscan. En ja, ik vind het heerlijk. Het gedeide heel goed bij. Waar heb je dat geleerd, om, hoe je dat moet doen? Um, op mijn opleiding hebben we lichaamsgerichte oefeningen gedaan... waaronder uh, verschillende methodes. Daar heb ik het eigenlijk al geleerd. En in India heb ik een vipassana gedaan van tiendaagse. En uh, daar leer je heel erg gefocust ademhalen... Uh, eerst door je neus, in je neusgaten. En uh, dan ga je pas, uh, dat doe je dan drie dagen lang... Uh, naar de rest van je lichaam. En dan ja, ga je eigenlijk telkens meer opmerken welke signalen heb je in je lichaam hebt? Hoe ben je er nou bijgekomen om naar India te gaan, om te leren mediteren? Uh, ja, ik hou van reizen en van culturen. Um, en India sprak me heel erg aan. Dus uh, op een gegeven moment nadat ik een tijdje gewerkt had, dacht ik, ja, ik ga naar India. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Ja. En hoe beviel dat? Uh, ja, het was een hele bijzondere reis. Ik was hier denk ik zeven weken en uh, ja, het beviel heel goed. Um, in het begin vond ik het wel spannend. Um, maar ik reisde altijd wel met iemand mee. Of als ik ergens instapte, dan zorgde ik dat ik uh, op een plek zat waarbij ik me ook vertrouwd voelde. Maar in principe ben je alleen er naartoe gegaan, ja. en heb je daar steeds gezorgd dat je bij iemand in de buurt was? Uh, nou ja, je ontmoet gewoon mensen. Dus ja, en dus, ja en dan, ik ging naar uh, een hostel en dan trek je met elkaar op en dan ga je weer je eigen weg. En, ja. Uh, ja, en zo kwam ik via via erachter dat er een Vipassana was. En toen dacht ik, ja, lijkt me leuk, ga ik doen. Chill. En daar kun je nou je vruchten van plukken natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ik heb het nog een keer gedaan in Nieuw-Zeeland. En uh, nog een aantal keer, eendaagse nou. en driedaagse en uh, andere vormen van meditatie geleerd. Dus ja. Uh, yeah. Daar hoor ik straks graag meer over.